die wel kansrijk zijn. En waarom kunnen we dat zo goed? Dat heeft met die tweede omstandigheden te maken. En dat is dat we elkaar vertrouwen. We hebben een groot vermogen door dat samenwerken dat we geleerd hebben, dat we elkaar vertrouwen als we zaken gaan doen. En hoe ingewikkelder de dingen worden die we samen doen, en ze worden steeds ingewikkelder in de technologie, maar ook in het soort contracten dat je afsluit, het soort van samenwerkingsarrangementen dat je moet maken, het verhaal van hoogleraar was op dat moment heel helder en duidelijk, dan moet je wel een basis hebben die veel meer cultureel is dan juridisch of economisch. Dat is een basis die heel diep gaat in, hebben we er zin in om het samen te doen en kunnen we elkaar een beetje vertrouwen. En het vermogen tot onderling sociaal vertrouwen is hier in die kempen gegroeid omdat we nooit anders hebben kunnen doen. We moesten wel. En dat heeft ons een soort DNA opgeleverd waar we denk ik in de toekomst nog veel vruchten van gaan plukken. Ik ben dus blij met deze conferentie en mag ik vanaf deze plaats, en ik weet zeker dat ik namens Herman Wijnders, namens Lode de Witt en Cathy Berks ook spreek, collega's die ik overigens meer zie dan menig van mijn Nederlands gouverneurs collega, dat wij heel gelukkig zijn met de ambtelijke staf in onze provincies die dit soort bijeenkomsten hebben georganiseerd. Ik wil een groot applaus voor alle, ik ga geen namen noemen, maar voor de mensen die dit vandaag mogelijk gemaakt hebben. Want in hoeverre is geen abstract proces dat zomaar uit de lucht komt vallen. Daar moet hard voor gewerkt worden, daarvoor moet je elkaar ontmoeten. Vanuit iets wat in die grootkerkische gedachte volgens mij iets is wat wij delen. En dat is dat alleen als je kunt delen, je kunt vermenigvuldigen. Daarom zijn wij succesvol in deze regio. En daarom zullen we dat in het Europa van de toekomst alleen nog maar meer worden. Europa heeft ook heel goed gezien wat wij hier doen. Niet zo heel lang geleden sprak ik Eurocommissaris Hahn nog. En die heeft ons in de smiezen. Die ziet wat wij hier doen. En daarom hebben we ook een boodschap voor Europa. Dat het soort regionale samenwerking dat wij hier hebben. Met die triple helix. Vanuit een soort gedeeld vertrouwen dat we ook willen werken. Niet alleen aan een economie die groeit. Maar ook een economie die relevant is. Die oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dichterbij brengt. Die Europa en de wereld verder helpt. En je zag vandaag mooi in die pitches die we hier hebben gezien. Dat er natuurlijk ondernemers staan die hun bedrijf overeind willen houden en verder willen laten groeien. Dat het altijd ook ondernemers zijn die iets van de maatschappelijke agenda meenemen. Ook dat karakteriseert de camper. Goed, het werd in het begin al gezegd, als je op zo'n moment aan het einde spreekt en je staat allemaal, is er een drang naar iets anders wat we heel plezierig vinden met elkaar. En dat is een hapje eten en een borrel drinken. En ik weet niet of dit programma officieel afsluit, maar we zoeken toch maar. Ik nodig u graag uit om de gesprekken die we hadden voor te zetten. Om het genot van iets wat we ook belangrijk vinden: het goede leven, een goed glas bier of wijn en lekker eten uit onze eigen streek. Dank u wel.